Ik heb altijd het gevoel dat ik veel meer vogels kan herkennen dan veel van mijn leeftijdsgenoten. En dat komt doordat die liefde voor de natuur bij mij echt met de paplepel is ingegoten door mijn moeder. Bovendien denk ik dat nu nog steeds voor mij de natuur echt een plek is waar ik heel erg tot rust kom. En daarom zoek ik het ook heel vaak op. En daardoor is het ook een groot onderdeel van mijn leven. Ik vind het heel bijzonder dat ik met het gewei van het reuzenhert op de foto kan gaan, omdat ik een soort van obsessie heb met al het prehistorische, omdat het zo ongrijpbaar is en er helemaal geen leven meer voorkomt wat zo imposant is als alles wat er toen bestond. Dus dat is heel tof. Het reuzenhert had het grootste gewei van alle herten ooit. Het kon een spanwijdte bereiken van maar liefst 360 centimeter. Ons reuzenhertskelet werd in 1892 speciaal voor de vaste tentoonstelling aangekocht. Nu, meer dan een eeuw later, is hij nog steeds te bewonderen in de ijstijdzaal. En daarom is dit gewei van het reuzenhert een van de topstukken van 200 jaar Naturalis.